Oh. Nee hoor. Is het lekker, mevrouw? Oh, je bent van de Oostdijk, zie ik. Hè? Ja. Je bent van de Oostdijk, hè? Ja. Is het lekker, vraag ik. Heerlijk. Ik moet wel zo vaak een rondje met twee. Oh ja, ik vind het al lief dat je het aan is. Maar we spelen vandaag vanmiddag. Ja. Dus vrijdag in oktober. Doen we moslim, van de laatste vrijdag van de maand. In principe, de laatste. Ja, dan ben je met de motorshow. Er is van alles om dat ook extra te doen. Nou, jullie zijn inderdaad actief hoor. Hm? Jullie zijn actief. Ja. Leuk huis. Ik zal er al 65 jaar. Dat verdienen wij een speltje. Maar jij afspelt dan nog een doel. Nou, bijna 65 jaar. Dat is vak voor me. Dan een dag organiseren voor de leden. Ja, die 65 jaar lid zijn. Ja, toen werd het koud. U mag nu de druppelbril opzetten en dan gaan we eigenlijk met dit puntje kijken welke het beste past om het druppeltje in uw ogen te laten vallen. Oké. Ik zal deze eerst even open doen. Ja, en dan ga ik. Je mag weer inderdaad goed naar achteren. En eigenlijk is het dan de bedoeling dat we de dat er de druppels erin zitten. Wil je hem ook echt op erin laten vallen? Ja hoor, maar niet. Ja? En dan mag je nog een stukje naar achteren. En dan mag je zelf uw hand erbij houden. En dan denk ik dat nu het druppeltje erin valt. Het enige wat we met deze hand moet doen. Dus even uw ooglid naar beneden houden. En dan mag u het druppeltje laten vallen. Ja? Ja? Ja. Nog een keer proberen. Dan mag u weer goed uw hoofd naar achteren doen. Mag u een beet pakken. En mag u uw ooglid weer naar beneden trekken. En mag u het druppeltje laten vallen. Ja. Oké. Alsjeblieft. Werkt het goed? Ja, nou. Maar je moet natuurlijk wel, als je alleen bent, moet je zelf... Ja, je moet, het is eigenlijk handig dat je samen met de cliënt even kijkt welke kaart wel, het beste ja, je, is. Precies, want als we samen... Maar je zou hem van tevoren natuurlijk ook erin kunnen doen. En dan beet houden en ja, dus je moet eigenlijk met iemand samen ontdekken welke je gebruikt. Ik heb inderdaad die ook... moet je onthouden en daarna kan je het zelf. Ja. Top. Ja, nee, goed, lekker. De spierkracht is in ieder geval goed. Ja, zo hard als je kunt. Ja. Heel goed. Dan kom ik op 14. Oh, nog eentje meer. Mij nog een keer. We hebben ook gewoon normale schoenen. Ja, ja. Ja, een winkel met de normale schoenen. Maar dan met de betere merken, zeg maar. En waar zit jullie winkel? In Roosendaal. Oh, die zit in Roosendaal, ja. 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 Op het industrieterrein, dus dat is makkelijk om te parkeren. Ja. Nou, mooi. En daar weet Jan 10 alles van. Ik doe mijn best. Ja, en dat doe je ook met de meeste knijpers. Ja, daar doe ik ook heel hard mijn best op. Ja, succes nog. Afkorting, Nederlands genomen voor de zon bewegen, dat is eigenlijk die 5 keer in de week 30 minuten bewegen, matig intensief. Vervolgens, doe alles met bereik. We hoeven niet omhoog te springen en meteen door te rennen. Nee, we mogen er staan en we lopen verder. Voeding heeft, drinken heeft invloed en een stukje gymnastiek. En met name zijn we echt op zoek naar mannen. Ja, je wilt het niet geloven, maar... Nou, maar bassen kunnen we wel gebruiken. Bassen. Bassen, ja. Bassen, tenoren. Maar het is een gezellige club. Zingen iedere week. Super. Hoeveel leden hebben jullie nu? 23. En hoeveel heb je er gehad? Ja. Veel, denk ik. 40, denk ik. Ja, ja. Nou... Het is te hopen dat er op de open dag is aanstaande woensdag, hè? Ja, aanstaande. Nou, het is te hopen dat er
reacties op komen. Ja, ja. Zo blij hoor. Dat snap ik. Dit is in ieder geval goed. Is smaak echt nul? Dat slaat in. Jongelui, eet smakelijk.